Dit is deel 2 van College 2. In dit gedeelte gaan we praten over de manier waarop sociaalpsychologen hun onderzoek uitvoeren en hun theorieën gaan testen. Dus op welke manier gaan wij eigenlijk te werk als wij onderzoek willen doen als sociaalpsychologen? Nou, hier zie je een overzichtje van de verschillende stappen die wij dan doorlopen. Het begint eigenlijk altijd met een onderzoeksvraag. Een onderzoeksvraag is simpelweg een vraag die je wil beantwoorden met behulp van wetenschappelijk onderzoek. En die vraag kan van alles zijn. En het is heel vaak, kom je als wetenschapper, ben je werkzaam in een bepaald veld. Zo doe ik natuurlijk onderzoek naar liefde en relaties. En ik lees daar veel over. Dus ik lees bijvoorbeeld het werk van andere wetenschappers. En via dat werk van die andere wetenschappers kan ik zelf op een idee komen. Dan denk ik, oh, wacht eens even, dat hebben ze heel leuk aangepakt. Maar hoe zit het eigenlijk hier en hiermee? En dan ga ik zelf mijn onderzoek verder vormgeven. Of ik praat met collega's en op die manier ontstaan er onderzoeksideeën. En heel vaak, in mijn geval is het ook zo dat ik gewoon naar de televisie kijk of rondloop of met vriendinnen praat. En dat ik dan dus een bepaalde onderzoeksvraag krijg. En de luxe van een wetenschapper is dat ik dat dan ook mag gaan testen. Dus ik kan dan zelf gaan bedenken van, kan ik deze vraag op een wetenschappelijke manier gaan beantwoorden? Dus het begint altijd met een vraag. En als ik die vraag heb vastgesteld, ik heb een bepaalde vraag in mijn hoofd, dan ga ik op zoek naar achterliggende informatie. Ik ga heel veel lezen. Ik ga kijken van wat weten we al over dit onderwerp. En ik ga dus kijken welke theorieën er zijn. En die theorieën, die kan ik gebruiken om een voorspelling te doen. Een theorie is eigenlijk een soort van verzameling van aannames, assumpties, die we kunnen gebruiken om een gebeurtenis te gaan voorspellen. Er zijn heel veel verschillende theorieën en heel veel van die theorieën in de sociale psychologie die het allerbelangrijkst zijn, die zul je de komende tijd onder de knie krijgen en gaan leren. Dus we gebruiken een theorie om uiteindelijk een voorspelling te doen. Een ander woord voor die voorspelling is een hypothese. Dus we ontwikkelen een hypothese. Een hypothese is dus eigenlijk een antwoord op de onderzoeksvraag. Ik stel mezelf een vraag, dan ga ik lezen en dan door de theorieën denk ik dat ik het antwoord weet. Dit is mijn voorspelling. En die voorspelling noemen we dus een hypothese. Als ik die hypothese heb vastgesteld, dan ga ik een studie ontwerpen. Dus dan ga ik eigenlijk een test doen van de hypothese. Dus ik ga de hypothese testen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Nou, die studie, dat is natuurlijk interessant. Van hoe ziet zo'n onderzoek er dan uit? Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. En ik ga jullie zo meteen wat verschillende voorbeelden geven. Maar laten we eens dit stappenplan doorlopen met een van de onderzoeksvragen die ik zelf een keertje heb gesteld. Namelijk, dat ging over selectiviteit bij partnerkeuze. Dus de vraag die ik bijvoorbeeld kon stellen is, hangt selectiviteit af van geslacht? Dus is het zo dat vrouwen bijvoorbeeld kritischer zijn dan mannen? Of zijn mannen juist kritischer dan vrouwen als het aankomt op partnerkeuze? Dus dat is een vraag die je zelf kan stellen. Misschien heb je er zelf meteen al een bepaald idee bij of een intuïtie. En dan vervolgens ga je de literatuur induiken. Je gaat kijken wat weten we al over dit onderwerp. Je gaat op zoek naar theorieën. En een van de theorieën die je zou kunnen gebruiken is de evolutietheorie. Nou, jullie inmiddels bekend. Nou, die evolutietheorie die stelt eigenlijk dat vrouwen waarschijnlijk kritischer zijn dan mannen. En dat komt omdat in het hele proces van voortplanten en een gezin krijgen, dat voor vrouwen eigenlijk veel meer investeringen vereist zijn dan mannen. Dus volgens de evolutietheorie zijn vrouwen daar eigenlijk altijd wel een beetje mee bezig. In hun achterhoofd zijn ze een soort van voorgeprogrammeerd om kritisch te zijn bij partnerkeuze. Omdat we weten dat de partner die we kiezen, dat die ons misschien wel zwanger kan maken. En dat is nogal een grote investering. En we willen natuurlijk uiteindelijk dat die man dan ook goed voor ons blijft zorgen, maar ook goed voor ons nageslacht kan zorgen. Dus volgens de evolutietheorie hangt er veel meer af van partnerkeuze voor vrouwen dan voor mannen. Mannen kunnen als het ware iemand bevruchten en dan gewoon weer vertrekken zonder daar zelf al te veel last van te hebben. Voor vrouwen ligt dat heel erg anders, dus die zouden kritischer moeten zijn dan mannen. Dus dat is dan ook gelijk de hypothese die gebaseerd is op de evolutietheorie. Vrouwen zijn selectiever dan mannen. Nou, dan kunnen we dat gaan testen. Hoe kunnen we dit nou onderzoeken? Nou, dat kunnen we op verschillende manieren doen. Laten we 3 verschillende onderzoeksmethodes gaan bespreken. De eerste is archiefanalyse. De tweede is observaties en tot slot surveys. Nou, de vraag van selectiviteit kan je bijvoorbeeld beantwoorden door te gaan kijken naar data die al beschikbaar zijn. Bij archiefanalyse kijk je bijvoorbeeld naar krantenartikelen. En we gaan kijken van welke cijfers zijn er in de kranten. Of bijvoorbeeld bij het Centraal Bureau voor Statistiek zijn ook heel veel gegevens. Kunnen we daar iets uit afleiden? En wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen is data gebruiken van een online datingapplicatie zoals Tinder. Nou, voor degenen die nog nooit op Tinder hebben gezeten, dit is een beetje hoe het eruit ziet. Je hebt je telefoon in je hand en je ziet profielen verschijnen van het ene naar het andere.
lekkere hapje. En dat is, dan kan je dan beslissen van, nou, die vind ik leuk of die vind ik niet leuk. Nou, dat zegt Tinder er niet expliciet bij, hoe je dat precies in zijn werk gaat. Maar je ziet dus een profiel. En je kan eigenlijk kiezen, swipe ik naar links, en dat is eigenlijk afwijzen. Of swipe ik naar rechts, en dat is accepteren. Nou, hier zie je een vrouw die allemaal profielen ziet en die swipe ze allemaal naar links. Dus deze vrouw is heel erg kritisch. En we zouden dus bijvoorbeeld kunnen kijken naar de gegevens van Tinder, naar het swipegedrag van mannen versus vrouwen. Om te kijken of het inderdaad klopt dat vrouwen kritischer zijn dan mannen. Nou, die gegevens kan je namelijk ook echt opvragen en inzien. Hier zie je ze. De statistieken van het swipen van Tinder. En je kijkt hier dus aan de twee verschillende barren, zie je. Je ziet een bar voor vrouwen, de females, en voor mannen, de males. En het valt je meteen waarschijnlijk wel op. Een gigantisch verschil in swipegedrag. Het rode gedeelte van de bar, dat wil zeggen het percentage profielen dat is afgewezen. Voor vrouwen is dat 95%. Dus als een vrouw op Tinder zit, wijst ze 95% van de profielen die ze ziet af. Dus mannen, als je heel weinig matches hebt op Tinder, wees gerust. Het ligt echt aan de vrouwen, die zijn gewoon hyperkritisch. Terwijl mannen ongeveer de helft van het profielen afwijst en de helft accepteert. Dus dit onderschrijft de hypothese, een bevestiging van de hypothese gebaseerd op archiefdata. Nou, misschien wil je wel niet duiken in archief nemen, maar wil je iets anders doen. Je wil het onderzoek op een andere manier doen. Je wil kijken wat er nou echt gebeurt. Je wil observeren. Nou, observatieonderzoek wordt ook heel erg vaak gebruikt door sociaalpsychologen. En je zou bijvoorbeeld een veldonderzoek kunnen doen, waarbij je gewoon kijkt naar wat natuurlijk gedrag is in het natuurlijke habitat van mensen. En natuurlijk in het domein waar jouw onderzoeksvraag naar boven komt drijven. Bijvoorbeeld in een discotheek of een bar of een club. En dan kan je daar gaan zitten met je bloknootje. En dan kan je mensen gaan observeren. En dan kan je kijken hoeveel wordt er geflirt. Flirten mannen meer dan vrouwen? Als iemand een move maakt, wordt die persoon dan geaccepteerd? Of wordt die dan afgewezen? Wie neemt het initiatief in toenadering? Nou, op die manier kan je ook jouw hypothese gaan onderzoeken door gebruik te maken van observaties in een natuurlijke setting. Dus je beïnvloedt niks. Je kijkt alleen maar wat er gebeurt. Dat zou je kunnen doen door middel van observaties. Nou, tot slot, wat je ook kan doen, is gebruik maken van een survey, oftewel een vragenlijst. Dat doen psychologen ook heel erg vaak en heel erg graag. Dan vragen we gewoon aan mensen, hoe zit dit bij jou? Je krijgt bijvoorbeeld een vragenlijst waarbij je eerst aangeeft, ben je een man of een vrouw? Nou, dan weten we die factor. En vervolgens worden jouw vragen gesteld over hoe selectief je bent als je op zoek gaat naar een partner. En daar kun je ook vragen over opstellen. En dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. En dan vond ik opnieuw dat vrouwen inderdaad zelf ook aangeven, ja, ik ben echt heel erg kritisch. En mannen ook van zichzelf weten dat ze wat minder kritisch zijn. Dus opnieuw een onderschrijving van deze hypothese. Nou, dit zijn dus de drie verschillende manieren die je zou kunnen gebruiken om uiteindelijk je hypothese te testen.